1 op 8 van de kinderen groeit op in kansarmoede. Dat zijn 25.000 baby's en peuters die leven in een situatie van kansarmoede. Ondertussen zijn er in België 140.000 miljonairs. Armoede, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Armoede, dat is een gevolg van politieke keuzes. En ik vind het pijnlijk dat er elke keer opnieuw geld gevonden wordt voor cadeaus en belastingskortingen aan grote multinationals. Maar als het gaat om een strijd tegen kinderarmoede, dan is er nooit geld te vinden. En minister, ik begrijp niet dat deze regering, deze Vlaamse regering, geen topprioriteit maakt van die strijd tegen kinderarmoede. Zodat elk kind zonder honger naar school moet gaan. Zodat elk kind kan opgroeien in een kwaliteitsvolle woning. Zodat elk kind alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen. En dat is vandaag voor duizenden kinderen niet het geval.